Ik weet nog, toen ik op zoek was naar een andere baan, dat mijn leidinggevende mij belde. En die stelde zich voor als leidinggevende van een longafdeling. En ik dacht, longafdeling, nou, ik zou het hartstikke leuk vinden als iemand hier eens een keer een dagje mee komt kijken. En vooral ook om te kijken of ze van dat vooroordeel af kunnen komen. Ja, dat het gewoon veel meer is dan die rochelende patiënten. Ik vertel dat ook niks nieuws hopelijk, hè? Nee, oké, dan heeft ze. Afdeling longziekte is een hele diverse afdeling. Ik heb de verneveling. Mag ik een geboortedatum mee? Op de afdeling tref je vooral patiënten met COPD aan. Maar je treft ook patiënten met longkanker aan. Mensen met longontstekingen, longembolieën, klaplongen. Dat zijn eigenlijk wel de voornaamste patiëntencategorieën die je vindt. Ik ben nu bezig met de nachtdienst. Het is heel afwisselend. De ene nachtdienst is echt super druk, de andere nachtdienst dan denk je, oh, het is best goed te doen. Op zich maakt dat het juist ook alweer heel erg leuk, omdat je zoveel verschillende mensen hebt. Leeftijdscategorie is ook heel divers hier op de afdeling, veel acute situaties. Ja, patiënten die bijvoorbeeld zondevoeding krijgen, die katheters moeten krijgen. Patiënten met een thoraxdrain die chemotherapie krijgen of een niet-invasieve beademing. Dat maakt mijn werk wel heel erg divers en interessant. Wilt u een kussentje ook in de rug hebben? Nee? Het mooie wat ik vind is dat de mensen niet alleen op zichzelf gesteld zijn en op de familie, maar ook steun bij ons kunnen halen bij alle disciplines hier. Hoe ligt het zo? Goed. Ja? En ik denk dat dat echt het mooiste is hier aan het vak. Slaap lekker, hè? Kijk eens. Het is eigenlijk een soort douchemuts die ik hier heb. Die ga ik op uw hoofd zetten en dan kan ik zo de haren mee een beetje wassen. En het stukje begeleiden van patiënten in hun ziek zijn, of dat nou bij mensen met longkanker is in een stervensproces, of mensen die COPD hebben, die je gaat leren hoe ze naar hun lichaam moeten luisteren. Dat is wel ook de afwisseling die het voor mij onder andere leuk maakt. Scheelt dat geen rode lipstift, anders had je een mooi clownsmond gehad, denk ik. We zijn op dit moment onderweg naar de eerste hulp. Daar gaan we een patiënt ophalen die daar vannacht is opgenomen met mogelijke longembolieën. Ik vond voornamelijk de acute zorg op deze afdeling erg mooi ook om te geven. Puur omdat je niet weet wat er gaat gebeuren en dat je daarop zelf moet inspringen. Je hebt de acute zorg als patiënten in één keer niet goed worden. En dan moet je gewoon acuut handelen. En dat kan zijn van iemand die toch in één keer een flinke infectie onder de leden heeft. Die acuut verslechtert tot een reanimatie aan toe. Ik heb net controles gedaan, die waren allemaal prima. Dus hij gaat nu slapen en dan morgen komt volgt de scan. Ik denk dat je als verpleegkundige hier op de afdeling sterk in je schoenen moet staan. Maar goed, dat is ook wel iets waarin je heel erg gecoacht wordt op de afdeling. Mag je de zuurstof even uitdoen? Het is natuurlijk een hectische afdeling. Een afdeling waar niks van tevoren voorspelbaar is. En dat zijn wel zeg maar de afdelingen waardoor je kan doorstromen naar richting een IC of richting een eerste hulp of eerste harthulp. Ik voel hier niks van de luchtlekken. En daarnaast kan je hier ook de HBOV gaan doen of een oncologieopleiding of een longopleiding. Die ambities zijn hier wel, ja. Het is weer klaar. Volg de maat. Maar dat lust ik niet. Nee, we hebben gewoon heel veel plezier onderling in het team. Er is altijd wel tijd voor een grapje onderling of een grapje met de patiënten. En ja, je merkt gewoon echt wel dat mensen gewoon echt al voor elkaar iets over hebben. En als iemand een keer vast zit met de kinderen of ja, wat voor reden dan ook, dat er altijd wel iemand is die bereid is om een dienst te ruilen of over te nemen. En daarnaast natuurlijk op vrijdag de Freaky Friday proberen altijd met elkaar te gaan lunchen. Ik denk bij elkaar. Ja, dat voelt ook gewoon dan echt als een team. Nee, kan ik anders ook niet doen? Nee.